Voorzitter, dan een ander punt. Bij IS blijken veel hoogopgeleide jonge mensen te zitten, moslims die op school en op de universiteit hun best hebben gedaan. Moslims die mee wilden doen in onze samenleving, die geïntegreerd waren, maar niet geaccepteerd werden. Die geen baan kregen vanwege hun achternaam. Dat werd recent nog pijnlijk aangetoond door een onderzoek van het SCP. Met fictieve cv's. Daarin hadden de Marcels en de Marco's in onze samenleving succes met 34% van de sollicitaties. Terwijl de Mohammeds en de Mustafa's met exact hetzelfde cv slechts 19% succes hadden. Dus twee keer minder kans op een baan bij exact dezelfde cv's. Op afkomst afgewezen luidt de veelzeggende titel van het SCP-rapport. En waarom noem ik dit? Dit is mede de voedingsbodem van radicalisering. Daar moeten we dus ook keihard op inzetten. Maar wat doet onze minister-president? De minister-president zegt, doe maar wat harder je best, vecht je maar in de samenleving. En wat doet Geert Wilders? Minder, 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 liet hij zijn achterban roepen en dreef ze rechtstreeks in de handen van de Islamitische Staat. Voorzitter, laten wij er duidelijk over zijn. Wij zijn tegen iedere vorm van geweld. Wij zijn tegen iedere vorm van haat. Wij zijn tegen iedere vorm van terrorisme. Opvallend was daarbij ook een reportage met een Duitse journalist Jürgen Todenhöfer. 10 dagen lang trok hij op met IS-soldaten. En hij ontkent zeker niet dat in IS een grote dreiging zit. En dat ontken ik zeker ook niet. Maar hij zegt, met westerse bommen gaan we de Islamitische Staat niet verslaan. Deelt de minister dit? Is de minister het met ons eens dat we veel meer zouden moeten kijken naar de voedingsbodem van terrorisme? Voorzitter, in de brief van 12 november 2014 noemt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de extreme opvattingen over Joden van Turks-Nederlandse jongeren schokkend. Ik moet afronden. Goed, ik ga mijn best doen. En vraagt zich af wat daaraan ten grondslag ligt. Voorzitter, mijn punt is dat we ook veel meer moeten gaan inzetten op de onderliggende sentimenten die ervoor zorgen dat jongeren aan het radicaliseren zijn. En ik hoor vandaag mijn collega's heel veel spreken en al tijdenlang spreken over een aantal vormen die we zeker ook moeten aanpakken. Maar ik constateer ook dat dezelfde collega's, de SGP heeft er een boekje over uitgebracht, dank voor de inspanning, maar ik moet het nog lezen. Ik hoop ook dat daar ook een hele uitgebreide paragraaf over het wegnemen van de voedingsbodem in zit. Dank u wel.